102.508 Apeldoorners hebben afgelopen woensdag hun stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat maakt een opkomstpercentage van 82,6% en daarmee scoort Apeldoorn boven het landelijk gemiddelde. We vroegen de lokale vertegenwoordigers van de landelijke partijen naar een reactie op de uitslag. Positief, heel positief. Ja, het VVD is toch in een heleboel gemeentes de grootste geworden. De opkomst was hartstikke hoog, dat vind ik ook heel belangrijk. En de PVV is niet de grootste geworden. Nou, dat zijn toch positieve dingen. Mensen vragen zich af waarom de PvdA nou zo gruwelijk veel harder gestraft is dan de VVD voor eigenlijk het gezamenlijke beleid. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Daar kan ik lastig antwoord op geven. Ik vind wel dat ze het niet verdienen. Want ze hebben toch ook in de moeilijke tijd verantwoordelijkheid genomen. En het vreemde is ook dat een partij als de SP er niet van profiteert. Dus ik snap helemaal niet zo goed wat er op links allemaal gebeurt op dit moment. Ja, een aantal dingen. Volgens mij kunnen we zeggen dat er een fantastische opkomst is. En dat zegt heel veel over hoe mensen naar politiek kijken. En dat mensen toch geïnteresseerd zijn in politiek. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Daarnaast zijn natuurlijk een aantal winnaars en een aantal verliezers. Gelukkig, als fractievoorzitter van het CDA, ben ik blij met de zetelwinst voor het CDA. Tegelijkertijd hadden er misschien ook een aantal meer zetels mogen zijn, maar we zijn tevreden. Dus op die manier kunnen we ook weer met opgeheven hoogte naar de toekomst kijken. Dus ik ben er heel blij mee. Aan de andere kant zie je ook dat het kabinetsbeleid van de VVD en de Partij voor de Arbeid toch enorm is afgestraft. De Partij voor de Arbeid heeft daar het meeste last van gehad. Maar ook de VVD is flink kleiner geworden, zijn wel de grootste gebleven. Dus dat is wel bijzonder. Dus dat betekent wel iets voor de koers voor de komende jaren. Het nieuwe kabinet zal dat goed tussen de oren moeten knopen. Dat ze met elkaar een andere koers op moeten gaan dan de afgelopen jaren. Wat mij betreft is dat de belangrijkste interpretatie van deze uitslag. In de eerste plaats zijn we alle D66 kiezers in Apeldoorn heel erg dankbaar voor hun stem. Daar zijn we heel erg blij mee. En wat ik zie, en daar ben ik ook blij mee, is dat Apeldoorn een stijgende lijn zit. Voor wat betreft de D66 kiezers. Iedere keer als er verkiezingen zijn, komen er weer wat stemmen bij. Dus hier staat een gelukkige fractievoorzitter. En de rest, wat vindt u bijvoorbeeld van het feit dat de PvdA zo gruwelijk afgestraft is en de VVD een stuk minder voor hetzelfde beleid? Nou ja, waar ik vind dat aan voorbij wordt gegaan is dat we eigenlijk 37 zetels in de min hebben als je die twee regeringspartijen bij elkaar optelt. En ik vind wel dat de PvdA onevenredig hard gestraft is voor het regeringsbeleid. Ja, als GroenLinks raadslid ben ik natuurlijk heel blij met de uitslag voor GroenLinks. Wat ik daar meteen wel bij wil zeggen is dat ik het jammer vind dat over het geheel genomen de linkse partijen niet gewonnen hebben. Er staat hier aan de ene kant wel een blije GroenLinks'er, maar aan de andere kant ook een zorgelijke GroenLinks'er. Omdat, wat ik net al zei, links wel heeft ingeboet. Wij hebben dan wel stemmen erbij, maar de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk verloren. SP is niet groter geworden ook. Neem niet weg dat ik natuurlijk mijn collega's van de VVD en CDA en D66 wil feliciteren. Want zo collegiaal zijn we hier ook in Apeldoorn. We kunnen hier gelukkig goed samenwerken tussen de partijen. Maar ik vind het wel een punt van zorg. Fijn is wel dat de Partij voor de Dieren ook is gegroeid. Dat geeft wel weer moed voor wat betreft het groene verhaal wat we houden. Dat kun je toch wel merken dat GroenLinks Partij voor de Dieren dat het gaat leven bij mensen. Dat wordt ook hoog tijd. En verder ben ik natuurlijk heel blij dat GroenLinks daar groter is geworden dan ooit. En daar hebben we ook heel hard voor gewerkt. En het campagneteam met name in Apeldoorn, maar ook de fractie en bestuur hebben daar heel hard voor gewerkt. En daar ben ik ook heel trots op. Heel erg teleurstellend. We zijn allemaal heel verdrietig en ik heb erg slecht geslapen. We wisten natuurlijk wel dat we fors zouden gaan inleveren, maar dat het zo erg was, daar had niemand op gerekend. Het was gezamenlijk beleid. De VVD heeft ook een tik gehad, maar lang niet zo erg is de PvdA. Hebt u daar een verklaring voor? Nou ja, ik denk dat in principe wij een hele principiële partij zijn. Hè? Wij gaan echt voor onze idealen. En als je dan water bij de wijn doet, zoals dat in een coalitie vaak moet. Hè, en VVD is denk ik wat minder idealistisch dan wij.
dat je daar flink voor wordt afgestraft. En als je kijkt naar de kabinet daarvoor, hè, daar is het CDA zeg maar een soort... die heeft daar heel veel last van gehad. Die is nu weer langzaam aan het opkrabbelen. Ja, dat zullen wij ook moeten gaan doen. En ik ben dus heel benieuwd wie de volgende partij is die zich laat opeten door de VVD. Want zo kun je het wel zeggen. Wie durft het aan om met de VVD te gaan regeren en vervolgens daar over 4 jaar een forse prijs voor te betalen? Kijk, ik hoop natuurlijk dat wij dan weer op volle sterkte zijn, dat wij op volle kracht staan. En ik hoop dat het linkerveld gewoon voldoende krachtig is om een links geluid te laten horen in Nederland. Want dat is nodig. Ik zal je een voorbeeld noemen. Het eigen risico. Wie? Geen Nederlander wil dat kennelijk omlaag hebben. Want ze hebben massaal niet op links gestemd die dat wel wilden. Dus ja, problemen over de zorg. Nou, kennelijk waren die er niet. Want er is massaal op rechts gestemd. Dus ja, ik weet het niet. Onze eigen kiezers hebben ons afgestraft. En wij zullen ons gaan beraden. En in ieder geval over een jaar, hè, want daar reken ik op, veel sterker terugkomen. Verliezen zijn winnaars. Heel sneu voor de Partij van de Arbeid. 4 jaar lang verantwoordelijkheid nemen en dan terugvallen tot een kwart. Dat is 1. Winst voor de VVD, ondanks verlies, omdat ze toch de grootste zijn gebleven. CDA, D66, mooi resultaat voor hen. GroenLinks niet te vergeten. Partij voor de Dieren, Forum, Ouderen ook nog. Allemaal winnaars. Ik moet zeggen, toen wij gisteravond naar bed gingen, hadden we 6 zetels. En toen ik vanmorgen wakker werd en op nu.nl keek, zag ik dat het er 5 waren. De ChristenUnie, dat was toch een beetje sneu. En nu een verdeeld landschap, dat was er al. Er zijn wel weer 2 partijen bijgekomen sinds 2012. Alle afsplitsingen weg, maar 2 nieuwe partijen die rechtstreeks in de Kamer zijn gekozen. Het gemiddelde gaat daarmee omlaag. Het is ook duidelijk dat er geen enkele coalitie gevormd kan worden. Theoretisch niet eens, met minder dan 4 partijen. Dat zal de formatie niet gemakkelijker maken, maar dat zou gecompenseerd kunnen worden door... meer ideologische verbondenheid dan we de afgelopen periode hebben gezien, die nogal eens opspeelde. En waarbij beide partijen af en toe het gevoel hebben gehad dat ze door de anderen werden gegijzeld. Ik kijk op een zeer prettige manier naar deze verkiezingen. We zijn hier in Apeldoorn zijn we nu 4 jaar bezig met, of 8 jaar bezig bijna met 1 persoon. En in de landelijke politiek zijn ze ongeveer 10 jaar bezig met 2 personen. En dat gaat nu in 1 keer 4 of 5, is het momenteel niet bekend, gaan ze werken. En dat vind ik voor mijn collega's in de Tweede Kamer vind ik dat prettig. Maar ik vind voor de erkenning van de Partij voor Dieren gewoon ideaal. Ze hebben dit jaar wel trouwens ook meer niet-dierenonderwerpen in de presentatie gestopt. Misschien heeft dat ertoe bijgedragen dat wij niet alleen voor dieren gaan, maar eigenlijk voor de hele planeet. Hè? En dat probeer ik ook een beetje. Maar ja, Apeldoorn is niet de hele planeet. Maar er gebeurt wel alles van de hele planeet. Als fractievoorzitter van de SGP kijk je natuurlijk altijd eerst naar ook je eigen partij. Wij zijn toch voor ons doen behoorlijke stemmenaantal gestegen. Helaas niet voldoende voor een extra zetel, maar we waren wel blij met die winst. Met een wat lagere opkomst had het wellicht nog een zetel kunnen opleveren. Als ik naar het geheel van de uitslag kijkt, dan valt natuurlijk op wat iedereen ook opmerkt, toch het forse verlies van de coalitiepartijen, zowel VVD als PvdA. PvdA helemaal dramatisch. VVD blijft wel de grootste partij. Dus het wordt een spannende formatie, moet ik zeggen, als ik naar het geheel van de uitslag kijk. En wellicht kan ook de SGP daar nog wel in zekere zin een rol in spelen. Wat voor kabinet komt er uitrollen, verwacht u? VVD, CDA, D66. Dat is toch wat ook van tevoren door Mark Rutte gezegd is. En wat de vierde partij is die daarbij komt, ik weet het niet. Wat mij betreft mag het GroenLinks zijn. Ligt ChristenUnie niet meer voor de hand? Dat zou kunnen, maar dan worden er ook een heleboel discussies 4 jaar verder geschoven naar de toekomst. Maar dat zou ook kunnen, ja. Ja, er zijn niet zo heel erg veel mogelijkheden. En er wordt wel gezegd in de media, het kan over rechts en het kan over links. Het ziet er toch naar uit dat een kabinet tussen VVD, D66, CDA, dat wel de kern zal zijn van het nieuwe kabinet.
Wellicht met GroenLinks, wellicht met de ChristenUnie of met SGP. Of wellicht helemaal over links, waarbij toch wat andere partijen aan bod komen, zoals de SP en de Partij van de Arbeid. Al hebben die al wel wat blokkades opgeworpen, dus dat zal lastig worden. Dus, maar vaststaat dat het een lastige formatie gaat worden. En ik hoop dat het niet al te lang gaat duren. Althans, dat we niet een jaar zonder kabinet gaan zitten. Maar het wordt hard werken, want iedere partij heeft natuurlijk zijn eigen standpunten. En dat moet worden samengebracht. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb geen idee. En ik denk dat partijen wat huiverig zullen zijn, omdat ze ook zien wat er is gebeurd, regeren met Rutte. Maar goed, het land moet bestuurd worden. Ongetwijfeld komt er een coalitie uit. Ik zou alleen op dit moment niet weten welke combinatie. Ik zal niet de enige zijn in Nederland. Ik denk dat het voor iedereen heel moeilijk is om dat te bedenken. Zit D66 er wel in wat u betreft? Dat hangt heel erg af van de combinatie. We zijn een progressieve partij, vaak vooruitstrevend waar het standpunten betreft. En als je je ei niet kwijt kunt als je regeert, dan word je daar heel ongelukkig van. We hebben dat al eens eerder meegemaakt. Dan zou ik er niet voor zijn. Je moet nooit regeren om het te regeren. Maar omdat je vindt dat je de ideeën, de idealen die je hebt, dat je die kwijt kunt. Het lijkt mij duidelijk dat in ieder geval de VVD, het CDA en D66 in het kabinet komen. En daar zullen ze één of twee partijen bij nodig hebben. Maar wie dat zijn, vind ik heel lastig om daar wat over te zeggen. Ik denk dat het een redelijk rechts kabinet wordt en dat vind ik wel jammer. Hoe groot is de kans dat Jesse Klaver aanschuift? Ik weet het niet hoe groot die kans is, eerlijk gezegd. Het zal wel heel erg lucratief moeten uitpakken voor GroenLinks, denk ik. Willen ze in een rechtskabinet meedoen, want wij zijn toch echt wel links. Misschien kan hij wel een paar hele mooie doelen verwezenlijken. Misschien, en dat zullen we dan meekrijgen. Maar GroenLinks is ook een partij waarin wij ook mogen meepraten wat dat betreft. Dus dat zien we dan wel langskomen. Ik ben al een paar keer in Den Haag geweest, dus wordt vervolgd misschien. En anders blijven we gewoon in oppositie. Nou, ik vermoed uiteraard VVD. VVD, CDA, D66 en GroenLinks. En GroenLinks zou misschien nog ingewisseld kunnen worden voor de ChristenUnie. Maar goed, dat hangt even af van een aantal kroonjuwelen die D66 dan moet inleveren. Nou, ja. Laten we vaststellen dat Rutte dat nog niet eens weet. Dus dat zal ik als simpel raadslid hier. Maar iedereen roept dat de kern wel eens zou kunnen worden gevormd door CDA, D66, VVD onder leiding van Rutte. Anderzijds, die coalitie mag inhoudelijk en getalsmatig heel sterk voor de hand liggen. De eerste kanttekening is dat er nog steeds geen meerderheid is. En de tweede kanttekening is dat tot nu toe van regeren met Rutte nog geen andere partij dan de VVD beter is geworden. Dus iedere partij die met Rutte regeert neemt een groot risico. En ik kan me zo voorstellen dat wat ik nu sta te vertellen, dat, en wat ik ook niet zelf bedacht heb, dat de andere lijsttrekkers dat ook bedacht hebben. Met andere woorden, u doet geen uitspraak, maar het kan alle kanten op. Het kan alle kanten op. Er wordt gezegd, het kan ook over links. Ik ben ervan overtuigd dat het getalsmatig kan. Maar of CDA en VVD aan de rechterkant willen hangen van een links kabinet, wat uit nog meer partijen dan die vier moet bestaan, want daar is het gemiddelde toch nog wat kleiner. Dat betwijfel ik. Ik zie CDA en GroenLinks, zeker in combinatie met ook nog de SP en eventueel de Partij voor de Dieren, nog niet in één kabinet. Ik hoop voor mijn eigen gevoel dat er een groen, duurzaam kabinet uitkomt. Dus dit kabinet dus niet met de VVD. Maar ja, VVD, dat wordt lastig. Dat wordt hartstikke lastig. Dan hoop ik dat wat ze een beetje aan duurzaamheid vertellen bij de VVD, dat nog een beetje opgepoetst kan worden. Dat toch duurzame partijen, en misschien kan de Partij voor de Dieren ook wel bij aanschuiven, hè, dat er misschien toch een groen of een duurzaam iets staat te gebeuren. Waar iedereen nu van uitgaat is dat zeg maar een kabinet is waar in ieder geval VVD, CDA en D66 deel van uitmaken. Het is goed om te kijken ook wat GroenLinks in die zin kan betekenen als ook grote winnaar.
Maar goed, wellicht zou dat zomaar kunnen mislukken. Omdat GroenLinks heeft gezegd, we willen liefst een kabinet hebben over links. En dit is toch meer over rechts dan. En dan komt er een andere type coalitie in beeld. Waar wellicht ook ChristenUnie en SGP een bepaalde rol kunnen spelen. Wacht af, hoe lang gaat het duren, denkt u? Ik hoop niet al te lang, maar het zal best wel een moeilijke onderhandelingen worden. Dus dat kan het, je praat er heel snel over heel wat maanden. Maar het zou er wel mooi zijn als het niet al te lang na de zomervakantie rond is.